tweede kindergarten yogales. Deze yogales gaan we het hebben over kabouters. Jullie kennen vast allemaal wel dat kleine kaboutertje dat bij kindergarten woont. Hij zit hier naast mij op zijn stoeltje. Het is kabouter Pom. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Oh, wat fijn dat het goed met je gaat. Wij gaan vandaag op onze kabouterles naar het bos. En we gaan daar naartoe met de helikopter. Doen jullie mee? Mag je gaan staan? Zoek maar lekker weer een plekje in de ruimte. En dan gaan we met onze helikopter naar het bos. Helikopter, helikopter, mag ik met jou mee omhoog? Hoog in de wolken wil ik wezen, hoog in de wolken wil ik zijn. Helikopter, helikopter, vliegen is zo fijn. Zo, we zijn bij het bos aangekomen en we springen uit de helikopter zo in het bos. 1, 2, 3. Ja, we zijn er. Zo. En ik ga even naast kabouter Pom zitten hoor. En zien jullie wat kabouter Pom op zijn hoofd heeft? Hij heeft een muts op. Kunnen jullie ook een muts maken? Zo van je handen. Maak maar een muts bovenop je hoofd. En nu? Kijk, nu heb ik een platte muts. En ik maak weer een puntmuts. En weer een platte muts. En nog een keer een puntmuts. En nog een keer een platte muts. En dat doen we nog 2 keer. Een puntmuts. En een platte muts. Nog 1 keer. Een puntmuts. En een platte muts. De puntmuts van kabouter Pom is rood. Wat er nog meer rood is in een paddenstoel, is waar kabouter Pom in woont. In een paddenstoel. Daar ken ik nog een leuk versje van. Doen jullie mee? Je mag op je rug gaan liggen. Zo. En dan doe je je handen weer zo over je benen. Of onder je benen. En dan gaan we zo heen en weer. Op een grote paddenstoel. Rood met witte stippen. Lag kabouter Spillebeen. Heen en weer te diepen. Krak zei toen zijn paddenstoel en met een diepe zucht vlogen beide beentjes woepla in de lucht. Zo, dat was een lekkere rugmassage. Dan mogen jullie weer komen zitten. Want kabouter Pom, die gaat straks koken. Die gaat straks een lekker soepje maken. Maar daarvoor moet hij eerst een beetje hout hakken. Anders kan hij geen vuur maken. Dus we gaan staan. En je mag even goed stevig op je voeten gaan staan. Zo. En dan mag je je arm omhoog doen. Zo. En dan kan je je handen zo in elkaar vouwen. En dan gaat hij hout hakken. En wat doet hij zo? Hij kijkt naar zijn handen. Hij ademt in door zijn neus. En dan zegt hij hak, 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 hak. Weer omhoog. Hij moet wel nog een keertje hakken. Hak, 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 hak. En komt hij nog een keertje omhoog. Hak, 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 hak. En nog een keer omhoog. In door je neus. Hak, 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 hak. En nog een allerlaatste keer. In door je neus. Hak, 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 hak. Zo. Hij heeft genoeg hout gehakken voor een vuurtje hoor. Kom, we leggen even alles op een hoopje. Zo. We steken het vuurtje aan. Zo. Een beetje blazen. En dan gaan we een soepje kopen. Kennen jullie dat liedje van Kleine Katrijntje? Die zat midden in het bos. Jullie mogen je benen allemaal wijd doen. En dan die grote pan pakken. Deze grote pan, zie je dat? En die zet ik zo in het midden.
En ik heb ook hier een hele grote lepel. Daarmee ga ik straks roeren in de soep. Maar wat moet er in de soep? Ik doe er eerst wat groente in. En wat water. Hebben jullie nog een idee? Wat kan er nog meer in de soep? Oh ja, dat kan ook. Zo, dat doen we erin. En heeft iemand nog een idee wat er in de soep kan? Wat dachten jullie van balletjes? Doe die er ook in. En ja, zeg het maar. Wat moet er nog meer in de soep? Oké, dan doen we dat er ook nog in. Zo, nou het is al een heel vol soepje geworden. Dan pakken we onze lepel met twee handen vast. En dan gaan we roeren in de soep. Nou roeren we zo helemaal naar onze voeten. Zo. Het is zo'n volle pot met soep. We moeten er goed doorheen roeren. Stevig doorheen roeren. Kleine Katrijntje zat midden in het bos. Te roeren in een pannetje waar lekkere soep in zat. Maar toen kwam er een hele dikke spin en die viel er middenin. Kleine Katrijntje moest huilen. Spinnensoep, dat lust Katrijntje niet. Bleh! Vinden jullie dat een grappig liedje? Zullen we het nog een keertje doen? Pakken we weer de lepel, dan gaan we weer roeren hoor. Daar gaan we. Kleine Katrijntje zat midden in het bos. Te roeren in een pannetje waar lekkere soep in zat. Maar toen kwam er een hele dikke spin. En die viel er middenin. Kleine Katrijntje moest huilen. Spinnensoep, dat lust Katrijntje niet. Bleh! Dat is een vies soepje geworden. Ons soepje is klaar. Zullen we er eens aan gaan proeven? Pakken we het lepeltje. Moeten we even goed blazen, want het is nog wel erg heet. En nog een keer blazen in door je neus en uit door je mond. Het is nog te heet, nog één keer. Dat is een lekker soepje. Ik lust nog wel een beetje. Even nog blazen, het is weer heet. Heerlijk, dat was wel erg veel soep. Ik heb genoeg gegeten. Nu heb ik zin in kabouterkin. Dat is gaaf. Kom, gaan we beginnen. En we gaan staan op je matje en als eerste gaan we onze handen bewegen. Wiebel maar met je vingers. En wiebel maar met je polsen. En één arm omhoog. En weer naar beneden. En je andere arm omhoog. En weer naar beneden. Zo zwaaien met één arm. Helemaal omhoog en weer omlaag. En omhoog. Zo. En je andere arm. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Ja. En je hoofd. Kun je met je hoofd ook ronddraaien? Een beetje de andere kant op draaien. En je voeten. Wiebel maar met je tenen. Ja, en met je enkel zo. En je voeten draaien. En misschien kan je wel op één been staan. En zo zwaaien met je been. Zo, heen en weer. En je mag je ook vasthouden. Aan een muur of aan een stoel. Ja. En je andere been. Eerst weer je tenen. En dan je enkel.
En dan je been zwaaien. Zo. Zwaai maar met je been. En als we dat hebben gehad, gooi we even alles lekker los. Gooi het maar even lekker los. Zo. Even je benen los, even je armen los. Zo. Nog even springen. Ja. Zo, dat was de kabouterging. Jullie zien misschien dat ik hier ook dingetjes op de grond heb gelegd. En hier liggen de kabouterbaardjes. De kabouterbaardjes, het zijn watten. En die watten, die kan ik vooruit blazen met een rietje. Dan doe je het rietje in je mond en dan adem je in door je neus en uit door je mond en dan komt er lucht uit het rietje. Kijk, en dan blaas ik zo het kabouterbaardje naar voren. Daar ging die. Dat doe ik nog een keer. En nog een keer. Inademen door je neus. Zo, die ging heel ver. En wat jullie misschien hier al hebben zien staan, ga je even zitten. Dat is een tafeltje van Kabouterpop. En ik heb ook een wc van Kabouterpop. En een bed. En daar gaan we mee toveren. Dan pak ik een handdoek of een theedoek. En die leggen we er overheen. En dan ga ik straks iets weghalen. Iets wegtoveren. En dan mogen jullie vertellen wat er weg is. We gaan nog een keertje goed kijken. Een wc. De tafel. En het bed. De wc. De tafel. En het bed. Maar dat doe ik dan ook weer. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat er iets weg was. Wat is er weg? Je mag het vertellen. Ja, het is de tafel. We doen het nog een keer. Toveren jullie mee? Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat er iets weg was. Hé, er is iets weg. Maar wat is er weg? Vertel het maar. Het bed. Het bed is weg. En nog een allerlaatste keer. Wat zouden we deze keer weg gaan toveren? Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat er iets weg was. Wat is er weg? Vertel het maar. De wc. Waar is die? De wc was weg. Zo, Pom, we hebben alles weer voor je teruggetoverd, hoor. We zullen het nu even weer aan de kant zetten bij Pom. Dan is het nu tijd voor de kaboutertjes om even naar hun kabouterslaapjes te gaan. Want de kaboutertjes zijn best wel moe geworden. Je mag lekker gaan liggen. Ga maar lekker liggen. En als je zo lekker ligt, dan voel je dat je kaboutervoetjes moe zijn geworden. En je kabouterbenen zijn moe. En je kabouterbuikje is moe. En je kabouterarmen zijn moe.
in je kabouterhanden zijn we. En je kabouterhoofdje is ook moe. En de kabouters doen nog een kaboutergaapje. En langzaam worden de kaboutervoeten weer wakker. En de kabouterbenen worden weer een beetje wakker. En het kabouterbuikje wordt weer een beetje wakker. En de kabouterarmen worden weer wakker. En natuurlijk ook de kabouters en handen. En zijn hoofd. En de kabouter mag gaan zitten. Zo. Dan gaan we nog een laatste oefening doen. En dat is de groot aan de maan. Die mogen gaan staan. De maan. De maan. De maan is rond. Hij schijnt zijn lichtje over de grond. Volle maan, halve maan, volle maan, halve maan, volle maan, halve maan, volle maan, halve maan, 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 waar ben je gebleven? Achter de wolken voor heel even. Dan kom ik weer staan. En dat hebben we allemaal gedaan. Zo, kinderen, dank jullie wel voor het meedoen aan deze yogales. Volgende week volgt weer een nieuwe yogales.